De wedstrijd leek op 0-0 af te gaan, maar 10 minuten voor tijd was het dan toch raak. Dit is Hofstede, wordt neergehaald door Faber en krijgt een strafschop in scheidsrechter Schuurmans, die ook nog eens geel geeft aan Faber. Dominic meldt zich voor die strafschop en scoort. En zo is het 1-0 in het voordeel van Rode JC. 2 minuten later, deze paas in de richting van Babagida, krijgt de bal in de kluts mee. Schiet, scoort en brengt de eindstand op 2-0 in het voordeel van Rode JC.